Beginnen met beleggen tijdens een crisis zoals de coronacrisis. Hoe doe je dat nou precies? Dat gaan we in deze video samen bespreken. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijker.nl en op mijn kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. In deze video gaan we het hebben over beginnen met beleggen tijdens de coronacrisis. Zoals je wellicht weet is de markt op dit moment in crisis, kunnen we eigenlijk al stellen. Iedere dag zien we de markt met procenten tegelijkertijd omlaag gaan. Tegelijkertijd zijn er een hoop mensen die wel willen beginnen met beleggen, maar niet precies weten wanneer ze moeten gaan beleggen. Zouden ze beter vandaag kunnen beginnen of nog even wachten op de dip? Nou, daar ga ik deze video dieper op in. Ik geef je een aantal tips en tricks mee, zodat ook jij uiteindelijk kan gaan beginnen met beleggen tijdens deze crisis. Mijn allereerste tip is, wanneer je zeker weet dat je wilt gaan beleggen, maar nog niet precies wanneer, dat je daar nu alvast mee begint door een account aan te maken. Wanneer je bijvoorbeeld bij de Giro wilt gaan beleggen, kan het op dit moment tot wel 10 dagen duren voordat je account wordt goedgekeurd. Dat heeft er puur mee te maken dat zo ontzettend veel mensen nu beginnen met beleggen, nu de markten rood zijn. Mijn tip is dan ook om eventjes hieronder de video op de link te klikken. Dan ga je naar de Giro website en alvast een account aan te maken. Het kost je niks, maar dan ben je in ieder geval voorbereid voor het moment dat je daadwerkelijk wilt gaan beginnen. Dan hoef je niet dan nog meer dan een week te wachten voordat je daadwerkelijk geld kan gaan investeren in de markt. In de rest van deze video gaan we verder in op je voorbereiding op het moment dat je wilt gaan beginnen met beleggen. Hoe moet je je voorbereiden en hoe weet je dat je er klaar voor bent? Een stukje over hoe je kunt beginnen met beleggen. Op welke manier zou je bijvoorbeeld geld moeten investeren? Niks moet, ik ben geen financieel adviseur, maar ik geef je wel tips en tricks mee. En geef je tot slot ook als laatste nog mee hoe ik zelf investeer, zodat je een idee krijgt hoe ik het aanpak, zodat je daar hopelijk je lering uit kan trekken en voor jou ook een prettig plan kan maken waar je goed bij voelt. Allereerst is het super belangrijk om een goede voorbereiding te hebben. Ga niet zomaar beginnen met beleggen, maar weet waar aan je begint, waarmee je begint. Maar ook zodat je zorgt dat je financiën en je eigen gedachten, zeg maar, je eigen psychologie op orde is. Een aantal dingen waar je op moet letten. Allereerst zorg dat je een emergency fund hebt of een noodpotje. Dat is eigenlijk een bedrag wat je apart zet voor slechtere tijden, mindere tijden. Stel je auto gaat kapot, je wasmachine gaat kapot of er zijn andere financiële tegenslagen. Dan zou je die moeten kunnen opvangen. En wat je vooral niet wilt is dat je begint met beleggen. En op het moment dat je over een tijdje geld nodig hebt, je beleggingen met verlies moet verkopen omdat je op dat moment geld nodig hebt. Zorg dus voor dat je altijd een aantal maanden aan uitgaven als een soort spaarpotje op een spaarrekening hebt staan. Hoeveel dat precies moet zijn, ja, dat moet je natuurlijk helemaal zelf beslissen. Ik zeg vaak van, zorg dat je ongeveer 6 keer je maandelijkse uitgaven apart hebt staan. Geef je bijvoorbeeld 2000 euro per maand uit aan huur, aan eten, etc. Zorg dan dat je 12.000 euro apart hebt staan op een spaarrekening, zodat je een klap kunt opvangen op het moment dat het wat minder gaat. Daarnaast moet je natuurlijk mentaal goed voorbereid zijn. Weet dat je op de aandelenmarkt een hoop geld kunt verliezen. We gaan daar nog even kijken naar onder andere een grafiek uit de markt in 2008 bij de vorige financiële crisis. Je kan gewoon heel veel geld verliezen op het moment dat je er mentaal niet goed op voorbereid bent. Ga je beleggen, gaat de markt van 50% naar beneden en raak je in paniek en verkoop je alles met 50% verlies? Ja, dan ga je een hoop geld verliezen, dat zou zonde zijn. En daarom is het verstandig om ervoor te zorgen dat je eerst helemaal mentaal goed voorbereid bent. Dat je weet wat de risico's zijn, dat je die risico's ook accepteert. Dat je een plan hebt en dan pas eraan begint. En dat plan is meteen het derde punt dat ik je mee wil geven, is maak ook een plan, schrijf dat plan eventueel uit en hou je eraan. Een plan kan bijvoorbeeld zijn, ik investeer nu een x bedrag en ik blijf er 20 jaar vanaf en ik kijk dan hoeveel het op dat moment waard is geworden. Het zou kunnen zijn dat je zegt, ik ga iedere maand een vast bedrag investeren. Het belangrijkste is in ieder geval, als je zo'n plan maakt, dat je daar ook aan houdt. Wat je vaak ziet is dat mensen zeggen, nou hè, ik ga iedere maand bijvoorbeeld investeren, iedere maand leg ik 300 euro aan in de aandelenbeurs. Op het moment dat het dan minder gaat, dan beginnen ze al een beetje te zweten. Op het moment dat het op min 50% staat, zie je dat ze in paniek raken. Ze denken, ik raak al mijn geld kwijt. Ik haal het er nu maar uit, want nu heb ik tenminste nog 50% van mijn geld over. Nou, ze halen het geld eruit. En wat zie je, na een aantal jaren is de beurs weer gewoon op orde, zeg maar. Zijn we weer op het oude niveau terug. En hebben ze dus hun verlies gepakt. Terwijl ze een goed plan hadden gemaakt, maar zich blijkbaar niet goed aan het plan konden houden. Nou, als je dan daadwerkelijk goede voorbereiding hebt en denkt ik ben nu klaar om te gaan beleggen, zorg er dan voor dat je een goede spreiding hebt. En een goede spreiding bedoel ik in zowel economieën, maar ook als in tijd. Allereerst in de economieën. Ga je nou investeren, ga je beleggen? Ik ben zelf een groot voorstander van het investeren in ETF's, in wereldwijde ETF's, waarbij je door één ETF te kopen je eigenlijk spreidt over de hele wereld verschillende industrieën.
Ik koop zelf bijvoorbeeld heel vaak VWRL. Dat is een ETF die zit over heel de wereld verspreid. Een deel in Amerika, een deel in Azië, een deel in Europa. Maar ook over allerlei branches. Dus over de rijstsector, maar ook over grondstoffen en ook over productie, financiële markten. Overal zit dat geld verspreid. En op die manier zorg je voor een maximale spreiding, waardoor je zo'n laag mogelijk risico loopt. Ga je nou wel zelf aandelen kopen? Dat kan natuurlijk. Zorg dan ook voor een goede spreiding. En zorg erbij ook dat die spreiding veilig is. Wat je vaak ziet is dat veel mensen die beginnen met beleggen, die denken allemaal aan Apple en aan Microsoft en aan Facebook. Want dat zijn de grote bedrijven die het in het verleden goed hebben gedaan. En ze gaan ervan uit dat die bedrijven het aankomende tijd nog steeds wel goed zullen doen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Zorg dat je je goed spreidt over de verschillende sectoren. Daarnaast zijn er vaak aandelen die je voorbij ziet komen in chats, op forums, op websites. Denk bijvoorbeeld op dit moment met het coronavirus aan aandelen die in de toerismebranche zitten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een KLM of misschien cruises of andere airlines. Ik hoor veel mensen praten over dit soort aandelen en die zeggen van, nou ja, die zijn min 50% hè, of ze zijn zelfs 70% gedaald. Dat is een koopje. Maar houd er wel rekening mee dat dit een markt is die hard geraakt is door het coronavirus. Er zijn maar weinig mensen die nu op vakantie gaan. Je kunt daar best in investeren, maar zorg ervoor dat dat maar een deel van je vermogen is. Als je je volledige vermogen in de reisbranche gaat gooien en misschien blijft het coronavirus nog wel 2 jaar onder ons en niemand gaat meer op vakantie, ja, dan heb je toch wel een probleem, want dan zit al je geld in het toerisme en voor je het weet ja, is het eigenlijk allemaal niks meer waard. Dus nogmaals, spreiding is key. Daarnaast moet je nog één ding bedenken en dat is op het moment dat we nu naar beneden gaan. Dus we hebben nu ongeveer zo'n 30% ingeleverd wat betreft de waarde van bijvoorbeeld de AEX of van VWRL. Als je deze video later kijkt kan het misschien al meer zijn of misschien zijn we alweer teruggekrabbeld. Maar als we 30% waarde inleveren, hebben we 50% groei nodig om terug op het oude niveau te komen. Klinkt misschien een beetje raar, als je helemaal als je beginnen bent denk je, hè, dat klopt niet. Maar denk maar eens na, als een aandeel van 100 euro naar 50 euro gaat, dan verliest het aandeel 50% van zijn waarde. Dus het is min 50% gegaan. Wil je nou van 50 euro weer naar die 100 euro toe, dan moet het aandeel verdubbelen in waarde. Dan moet je dus plus 100% ja, halen, rendement halen, om weer op dat oude niveau te komen. Vergeet niet dat de markttimer niet werkt. Als we kijken naar een grafiek van 2008, ik zal een beetje in beeld brengen, dan zien we in die grafiek dat de markt steeds verder omlaag gaat. Wat mensen dan proberen is op het moment dat er een bodem is, eigenlijk op het moment dat we weer gaan stijgen, dat ze dan willen gaan instappen. Ik heb voor de grap eventjes een aantal, in het geel zeg maar, een aantal vlakjes aangegeven waar mensen dan waarschijnlijk zouden instappen, omdat je ziet dat je dan over een periode van een aantal dagen ja, groene cijfers laat zien. Wat je dan uiteindelijk ziet is dat mensen zeg maar vaker instappen, maar uiteindelijk gemiddeld helemaal niet de bodem hebben kunnen kopen. Sterker nog, dit is het moment dat je jouw geld zeg maar verdeelt over die verschillende inkoopmomenten. Maar wat je ziet is veel mensen dan in één keer gaan inkopen. Stel je voor dat je op dat hoogste gele punt in één keer ingekocht zou hebben, ja, dan zou je dus op een veel te hoog punt zijn ingestapt. Daarom zeg ik altijd, op het moment dat je wilt gaan beleggen en wilt gaan investeren, zeker in een crisis zoals nu, zoals de coronacrisis, dat je zorgt voor spreiding. Zorg er dus voor dat jij bijvoorbeeld 10.000 euro hebt, dat je die 10.000 euro niet in één keer in de markt gooit op het moment dat je denkt dit is de bodem, maar dat je bijvoorbeeld 10 maanden lang 1.000 euro per maand inlegt of dat je 5 maanden lang 2.000 euro per maand inlegt. Op die manier verspreid je eigenlijk je inkoop en weet je zeker dat je een gemiddelde prijs betaalt voor die aandelen. En dan heb je nooit de allerbeste prijs, maar dat is ook bijna onmogelijk om de allerbeste prijs te kopen. Maar je hebt altijd een redelijke prijs. Je hebt altijd een prijs die een beetje gemiddeld ligt, waardoor je in ieder geval ja, nooit te veel betaalt. Tot slot nog even kort hoe ik dan zelf beleg. Veel mensen vragen wat ik nu in deze crisis doe. Dus ik vind het ook wel leuk en misschien wel interessant voor jullie om dat ook uit te leggen. Wat ik heb gedaan de afgelopen maanden eigenlijk, heb ik iedere maand gewoon een vast bedrag geïnvesteerd. Met name in ETF's. Zo'n 75% van mijn vermogen zit in wereldwijde ETF's. De rest zit in wat losse aandelen, meer voor de fun om het een beetje ja, leuk te houden. Wat ik nu doe is eigenlijk niks anders. Ik blijf nog steeds iedere maand dat vaste bedrag inleggen. Ik had al een spaarpotje naast de zijlijn staan en ik heb dat spaarpotje inmiddels al ingelegd. Dus ik heb al wat extra aandelen gekocht. Maar de aankomende maanden, aankomende jaren blijf ik gewoon iedere maand standaard mijn aandelen of ETF's kopen. En op die manier mijn gemiddelde prijs zoveel mogelijk spreiden. Zodat ik uiteindelijk het marktgemiddelde zeg maar, als rendement heb. Ik wil niet de markt verslaan. Ik heb ook niet de illusie dat ik dat kan. Heel veel mensen denken dat ze de markt kunnen verslaan. Dat ze slimmer zijn dan de slimste beleggers over de hele wereld. Maar ja, ik heb helemaal niet het idee dat ik dat ben. Ik zorg er gewoon voor dat ik gemiddelde prijs heb. En uiteindelijk op de lange termijn mijn vermogen laat groeien. Tot slot nog even die tip wat ik al aangaf. Als je wilt gaan beginnen met beleggen, mijn favoriete broker is DEGIRO, omdat die erg overzichtelijk is en de prijzen daar erg laag liggen.
Op dit moment is er een lange wachtrij. Veel mensen beginnen nu met beleggen. Ze geven al aan in de berichten op het platform zelf dat het tot 10 dagen kan duren voordat je account wordt goedgekeurd. Dus wil je gaan beginnen met beleggen en is het niet nu, maar bijvoorbeeld over een aantal maanden, zorg ervoor dat je nu een account aanmaakt. Hieronder, onder de video, vind je een link naar de Giro. Account maken is gratis, maar dan ben je in ieder geval voorbereid. Op het moment dat je wilt gaan beginnen, kun je gewoon direct starten met geld over te maken. Ik hoop dat deze video je heeft geholpen en wat informatie heeft gegeven over hoe je zou kunnen beginnen met beleggen tijdens een crisis zoals de coronavirus. Ik denk dat het een hele mooie tijd is voor mensen die gaan beginnen. Je staat echt al 2-0 voor op de mensen die een half jaar geleden zijn begonnen. Ik ben uiteindelijk geen financieel expert, dus doe je eigen onderzoek en uiteindelijk moet je zelf je beslissingen maken. Maar ik hoop dat deze video je wel wat inzichten geeft en uiteindelijk helpt om die beslissingen zelf te maken. Vond je deze video interessant? Abonneer je even op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte van de laatste video's. En dan hoop ik je terug te zien in een van mijn volgende video's. Tot dan!